Hi iedereen, leuk dat jullie weer kijken. Ik heb weer een shoplog voor jullie vanuit Oldenburg en Winschoten, het plaatsje waar mijn ouders ook bij wonen. Ik heb een aantal leuke dingen gekocht en die wil ik graag aan jullie laten zien. Jullie hadden op Twitpic al wat foto's kunnen zien van heel veel tassen. Heel veel was van mijn ouders. Vader had nieuwe kleren, mijn moeder had wat nieuwe dingetjes. Ik heb wat nieuwe dingen gekocht. Vorige keer heeft mijn moeder deze voor me meegenomen. Dit zijn 3 lakjes van de Essence Sun Club collectie. En volgens mij komt die niet in Nederland. En er waren totaal 5 lakjes. Ook nog een bruine, goudbruine en een oranje. Nou, mijn moeder heeft goudbruine, dat was de laatste. En de oranje heb ik niet meegenomen. Hierbij komen binnenkort nog swatches van. En er komt nog zeker een artikel over. Ik heb een lakje van Piet Zwaaien meegenomen. Van de Sun City collectie. Echt een super mooi kleurtje. Dit is een 020 Copacabana. En het is echt een soort, ja, smaragdgroenig kleurtje met een soort gouden shimmer erdoor. Echt heel erg mooi. Ik heb hem trouwens op vandaag. Alleen hij is gewoon, op camera pakt hij hem niet zo mooi als dat hij het echt is. Er zit gewoon een soort heel mooi glansje overheen. Ik heb een uit de Outer Space collectie heb ik 2 producten gekocht. Alles was eigenlijk al bijna uitverkocht in Duitsland. En de Outer Space collectie komt niet in Nederland helaas in winkel. Nou, zo ziet de verpakking eruit van de oogschaduw. En echt heel mooi donkerblauw. Met heel veel glitters er doorheen. En deze heet Back to Pandora. Ja, ik vind hem echt heel erg mooi. En een lipstick van de collectie. Die ziet er zo uit. Ik vind de verpakking ook wel erg leuk. Met een soort holografisch-achtige sliertjes erheen. En dit is de C02 Discover Purple Pluto. En dit is echt zo mooi. Ik weet niet of de camera het pakt. Maar dit is gewoon echt holografisch. Een holografisch lipstick. Het ziet er nou een beetje uit als glitter. Ik weet niet of je misschien een beetje het holografisch erin kan zien. Maar ja, ik kan het gewoon niet helemaal goed laten zien. Maar hier komen zeker ook binnenkort swatches van. En helaas is deze collectie ook niet in Nederland te krijgen. Dus voor de mensen die bij de grens wonen hebben misschien nog mazzel, maar ja, de rest niet. Nou, dan is altijd het voordeel als je naar Duitsland gaat dat daar altijd de collecties iets voorlopen dan in Nederland. Zoals de Ballerina Backstage collectie was er ook al. Was ook helaas al bijna allemaal uitverkocht. Ik heb nog wel 2 lipglossjes kunnen krijgen. En het is een donker paars en een beetje koraal oranjeachtig. En ze hebben dus een nieuwe applicator. In plaats van een sponsje is het een kwastje geworden. En de paarse is de, even kijken wat erop staat. Dual Floating Pirouette. En deze heet On Your Grayscale Tiptoe. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek, maar goed. 2 hele mooie kleuren, komen er binnenkort ook nog swatches van. En deze nagel, die was de enige die er nog was, samen met een soort wittige parelmoer glansje. Maar die vond ik niet zo heel mooi. En ik weet niet of jullie hem zo kunnen zien. Ja, het is een heel apart paars kleurtje. En dit is de, kijk hoor, oh ja. Do a Floating Pirouette, net zoals de andere paarse. Dan heb ik uit een andere collectie. Dat is de Nails in Style. Die komt volgens mij wel in Nederland. Ik weet alleen niet wanneer, want ik heb hier nog geen persbericht van ontvangen. Alleen op de Essence site staat die wel als je in Nederland kijkt. En ik heb hier de nummers 2, 3 en 4. Dat zijn hele aparte kleurtjes. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Deze roze is echt een hele mooie holografische. En dit is de Style Me Love. Dit is de, ja, het is een beetje groenig. En dit is de Stylish Baby. En dit is ook een hele aparte. Deze heeft echt een blauwe, groene, paarsige gloed over zich. En deze heet Style Me Holo.
daarbij uit deze collectie heb ik ook dit meegenomen. En, maar lekker vallen. Even kijken, dit is een Nails in Style Nail Transfer Foil Set. En ik moet nog even uitvinden hoe het allemaal precies werkt. Maar dit wittige is een soort lijm. Dit is een soort foliepapiertje. En als je lijm op je nagels doet en daarna de foliepapiertje en haalt het weer af, dan krijg je dus een mooi effectje. Dus hier ga ik mee aan de slag en komt binnenkort ook artikel over. En ik heb hier de nummers 2 Style Me Glamour. Dat is deze, de zilveren. En dit is Style My Dream. Oh. En dit is de paarse en dan is ook nog een roze. Maar ik heb alleen deze twee meegenomen. Dan heb ik van Balea een make-up verwijderaar en verder met een balsam 2-in-1. Die wilde ik wel graag proberen. En die zijn echt 1 euro nog. Oh, ik ben echt wel alles aan het laten vallen vandaag. En wat heb ik nog meer gekocht? Oh ja, ik heb mondspray gekocht. Ik gebruik normaal gesproken nooit mondspray. Alleen ik ga in september de schoonheidsspecialistenopleiding beginnen. En op de lijst staat mondspray, want je wil natuurlijk wel fris uit je mond ruiken. Ook al rook ik niet en drink ik eigenlijk niet zoveel koffie. Nou ja, kleine tandpasta voor Noah. En eens kijken, ik heb dit gekocht. Heel apart. Het is volgens mij ook niet in Nederland te krijgen. Het zijn 4 verschillende pakjes. En hier zitten wattenstaafjes in, waar een soort ja, spul in zit. Zo kan het wel even een beetje laten zien. Dus je knakt het staafje en dan komt er een soort vloeistof uit. Dit is een nagellak remover, dus eigenlijk een nagellak correctiestaafje. En dit is een aloe vera staafje, dus verzorging. Dit is voor de oogmake-up bij te werken, te verwijderen. En dit is voor de mascara te verwijderen. Kijk, het is natuurlijk bij deze make-up verwijder staafjes natuurlijk niet dat je al je make-up ermee af kan halen. Maar als je bijvoorbeeld in het trein zit of je bent thuis en je ziet ineens dat je bijvoorbeeld zwart onder je ogen hebt, dan nou ja, super handig natuurlijk. Dat is eigenlijk wel alle make-up wat ik volgens mij gekocht heb in Duitsland. Dan ben ik in Duitsland naar de H&M geweest. En ik heb een heel leuk jurkje in de sale gekocht. Dit is hem. Even kijken of ik hem een beetje zo kan laten zien. En het is dus een jurkje die zeg maar ja, heel mooi zo valt onder de borsten. En dan valt hij mooi wijd uit. Nou, het is nog echt een jurkje met de kleuren die ik normaal gesproken niet zo snel zou kopen. Alleen ik had hem aan en het stond me echt heel erg leuk. En hij was normaal gesproken 35 euro en nu 15, dus hartstikke leuk voor de zomer. En ik heb in Duitsland schoenen gekocht. En nou, ik koop echt nooit witte schoenen. Ik draag nooit witte schoenen, ik draag eigenlijk bijna nooit witte kleding. Alleen omdat ik de schoonheidsspecialistenopleiding ga doen, moet ik dus witte schoenen hebben. En dat was voor mij echt wel een ramp. Dat ik echt dacht van, oh, wat voor witte schoenen moet ik aan? Het moet er natuurlijk wel een beetje mooi uitzien, een beetje netjes. Nou, uiteindelijk heb ik in Duitsland hele mooie schoenen gekocht. Ik wilde ook echt wel kwalitatief goede schoenen. Want ja, ik moet toch wel een paar uur, misschien wel langer erop staan. En het zijn deze geworden. En ze zien er nou een beetje op camera. Ja, nee, ik vind ze eigenlijk gewoon eruit zien zoals ze eruit zien. Maar het zijn echt leren schoenen. En ze waren afgeprijsd, ze waren normaal gesproken 50 euro en nu 30. En je zegt van wit leer, ze zijn van Tamaris. Tamaris, ik weet niet precies hoe je het merk uitspreekt. Je, ja, ze verkoopt ook wel in Nederland. Kijk, hij heeft ook een speciale zool waardoor je echt, echt dit heel makkelijk kan doen en zo. Waardoor je echt goed op kan lopen. Hij heeft een heel kleine verhoging. En ze zitten echt mega lekker. Ik dacht, ja, dan wil ik wel een beetje soort chique, nette schoenen in plaats van een soort, soort sportschoen of iets dergelijks. Dus ik denk, ben hier echt heel blij mee als je kijkt dat ik witte schoenen moest hebben. En dan heb ik in Nederland nog wat dingen gekocht. Ik ben met mijn moeder naar Miss Etam geweest. In Nederland, of in Winschoten heb je een soort ja, discount store van Miss Etam. Dat is altijd wel leuk om te kijken, want af en toe vind je er echt leuke dingetjes tussen. En dan heb ik onder andere deze gekocht. En dit is een strikvestje. Oh, ik doe maar net binnenste buiten, zie ik. Kijk, het is een strikvestje. Gewoon zwart. Half lang mouwtje net over je ellebogen.
Het is een kreukel effect heeft die. Nou, in deze knoop je gewoon leuk voor. Ja, de zwarte kun je niet heel goed zien. Die was nu eigenlijk heel goedkoop, 8 euro. En dan heb ik nog bij Miss Eva van deze gekocht. Eigenlijk dezelfde, alleen dan zwarte met witte polka dots. Oh, ik ben hier ook heel erg goed in altijd. Ik laat ook altijd kleding zien op de camera, niet dus. Eens kijken. Even zo. Kijk, dat is hetzelfde. Dus dezelfde lengte van de mouw. Ook net over je ellebogen. Ook een voorstrikken. En deze was een tientje volgens mij. Ja, was 9,95. Nou, ook echt heel goedkoop eigenlijk. Dan ben ik vandaag, het is nu woensdag, ben ik nog naar de Kruidvat in de trekles geweest. Want ik kreeg te horen dat Essence en Catrice een aantal producten uit de collectie gingen nemen. Nou, hartstikke zonde natuurlijk. Maar ja, er komen natuurlijk altijd weer leuke nieuwe dingen terug. Nou goed, ik heb paracetamol gekocht. Weer even een voorraadje. Ik heb deze elastieken voor mijn moeder en mij gekocht. En deze bevallen ons heel erg goed. En het zijn een soort sportelastiekjes met een soort... ja, ik heb ze ook al vaker laten zien. Maar ja, wij zijn er echt heel tevreden over. En ze waren nu 75 cent, dus echt niet duur. Dan heb ik bij het Kruidvat stenen gekocht. Voor productfoto's maken. Ik heb totaal 3 zakjes gekocht. 3 verschillende formaten. Nou, daar kan ik vast wel wat leuks mee doen met de foto's. Dus misschien zie je de stenen wel weer op de site terug. En ik heb een aantal nagellakjes gekocht die uit de collectie gingen. Ik had thuis al even een lijstje gemaakt met producten die ik zeg maar nog niet had. Dat ik dacht vanaf wel even leuk om te kijken. Nou, ik heb 2 Essence lakjes meegenomen. Deze 2. Want de Multi Dimension die gaan helemaal uit de collectie. En de bruine is 39 Spice. En dit is de 59 Purple Diamond. En dat is een soort echt heel mooi glitterig lakje. Paars glitter. En die lakjes kosten nu... Essence 90 cent. En dit waren de... Ik heb 3 lakjes van Catrice meegenomen. 2 uit de gewoon normale collectie die eruit gingen. Up in the Air. En London's Weather Forecast, de grijze en de blauwe. En de blauwe is echt nog maar net in de collectie, dus ik zal me benieuwen wat er voor terugkomt. En ik heb nog de Catrice Ultimate Nude 010 gekocht, Dance Like a Prima Ballerina. Want deze ging ook uit de collectie en dan vind ik het wel leuk om het te hebben. En die waren nu €1,25 per stuk. En dat is alles wat ik gekocht heb. Weer een heleboel, heel hoop. Veel geld uitgegeven. Oh, ik heb in Duitsland ook nog BH's gekocht trouwens. Maar nou, dat is niet. Dat is voor my eyes only, not yours. Ja, dat was het eigenlijk wel. Heel veel weer, heel leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Van heel veel producten komen binnenkort artikelen en swatches en noem maar op. Het gewoon gaat. En voor de rest wens ik jullie allemaal een hele fijne dag toe. En geniet van het lekkere weer wat er een beetje buiten is. En tot de volgende keer.